Wij bedoel ik mezelf. Ik werk bij Touw, bodemadviseur. En veel met risicobeoordelingen bezig geweest. Dus vandaar dat deze sessie goed bij mij past. Als sprekers hebben we vandaag Peter van Bremen. Nou, als ik in het intro filmpje al aan had gegeven. Peter is een van de grondleggers van Concreet. Dus die, ja, die kan ons alles vertellen op het gebied van Concreet. En aan de andere kant hebben we Jan van Heijseldoorn van de ODRU. En nou, die heeft de wereld aan ervaring met het afgeven van vergunningen en het toetsen van beoordelingen. En neemt ons vandaag mee in de praktijk. We willen jullie vragen de vragen tot het eind te bewaren. Dan hebben we tijd voor vragen te stellen. Tussendoor hebben we nog wel een aantal discussies. Dat is mooi weergegeven in de presentatie door het onderstaandje symbooltje wat ik nu omcirkel. Twee poppetjes met een vraagteken erboven. En dan zouden we het fijn vinden als jullie antwoord op deze vragen in de chat kunnen stellen. En, of antwoord op deze vragen in de chat kunnen geven. Zodat we hier even verder met elkaar op in kunnen gaan. Mocht de presentatie te klein worden, je kan aan de linkerkant naast de presentatie met een pijltjestoets groter en kleiner maken. Dus nou, ik hoop dat het allemaal bij jullie werkt. Ja, dan wou ik Peter vragen om te beginnen. Oké, nou, vandaag zal de presentatie eventjes korte inhoud. We zullen eerst gaan kijken naar hoe het nu gaat. Zullen we kort ingaan op de wet van de normen en de risico's. Vervolgens even kijken naar het risicotoolbox bodem. Uiteindelijk nog een uitleg geven over hoe een risicobeoordeling nou in elkaar steekt. En uiteindelijk zal Jan dan een praktijkvoorbeeld geven. Vervolgens nemen we na een kort moment voor vragen, gaan we het hebben over de omgevingswet. Dan zal Jan een interpretatie van de omgevingswet geven. En uiteindelijk, wat is er, Piet? Ik zie nou ineens een vraag voorbij komen, maar goed, ik ga niet meer op de chat letten. Mijn geluid staat erg zacht, oké. Okay. Werkt het beter? Ah, oké, okay. Perfect. Goed zo. Nou, hoop dat aan de slide te zien. Ik was in ieder geval de inhoudsopgave aan het uitwerken. Zo de omgevingswet zal Jan deels uitwerken. Vervolgens zal ik nog wat vertellen over het aanvullingsbesluit. En zullen we een showcase van Concreet gaan krijgen. Dus de tool voor het afleiden van toelaatbare waarde bonenkwaliteit. En daarna is er nog wat ruimte voor een discussie. Dan wil ik graag het woord nu aan Jan geven voor het eerste deel. Goedemiddag, Jan Heijseldoorn van de ODRU. Ik wil jullie graag meenemen in wat praktijkvoorbeelden. En we zijn natuurlijk ook erg benieuwd van hoe jullie risicobeoordelingen uitvoeren. Daar komen we zo nog op terug. Ja, globaal gezien, als je het hebt over risico's, dan zijn eigenlijk de wet bodembescherming van belang voor nieuwe verontreinigingen, voor oude verontreinigingen. En het besluit bodemkwaliteit, vooral in het gebied specifieke beleid. Dus je dan gaat bepalen welk grondverzet wel en niet toegestaan is. Hier hebben we een sheet met ja, een overzicht van de waarden, normen die je gebruikt om risico's te beoordelen. Van de achtergrondwaarde, maximale waarde wonen. Tot uiteindelijk saneringscriterium, interventiewaarde. Een heel scala aan normen en waarden dat we gebruiken om risico's in te kunnen schatten. Ja, sinds het besluit bodemkwaliteit van kracht is, kennen we natuurlijk ook de bodemfunctieklasse. En in het landelijk beleid, het generieke beleid, hebben we drie hoofdklassen. Als je gebiedsspecifiek gaat kijken, kun je dat nog onderverdelen. En dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Omdat, ja, het maakt nogal wat uit of je te maken hebt met een moestuin of een landbouwgebied. Die bodemfuncties zijn eigenlijk een combinatie van beschermdoelen voor de mens en het milieu. Je hebt een groot aantal normen en waarden waar je gebruik van kunt maken.
Er wordt ook verschillend mee omgegaan, is mijn ervaring, als je gaat toetsen, je risico's gaat beoordelen. Ja, de interventiewaarde, die blijft nog in stand, ook onder de nieuwe omgevingswet. Lokale maximale waarde. De MTR humaan, dat is natuurlijk een belangrijke als het gaat om de nieuwe omgevingswet. Instructieregels van het Rijk, die refereren daaraan dat een gekozen waarde niet hoger mag zijn dan de MTR humaan. Hier gaan we straks nog verder op in. We gaan aangeven van als je een bepaalde waarde kiest, wat betekent dat dan? Wat mis je dan eventueel aan conclusies die misschien wel van belang zijn voor risico's? Ik zal mijn eigen geluid wat harder zetten. Ook beter? Dus ja, aan jullie eigenlijk de vraag, welke norm of waarde gebruiken jullie het meest om te bepalen of je een risicobeoordeling uit moet voeren? Bijvoorbeeld bij een bodemtoets, hè, als je een omgevingsvergunning voor het bouwen gaat beoordelen. Wat toets je dan uiteindelijk aan? En wat doe je of adviseer je als er inderdaad sprake is van risico's? Teun, aan jou het woord. Ja, dan wil ik jullie vragen om op deze vragen van Jan te reageren. Graag aan de groene kant. En dan proberen we, als we straks de antwoorden hebben, even een kleine discussie met elkaar erover te hebben. Door dat we mensen een beurt geven. En we hebben 5 minuten hiervoor, dus ik denk en 2 sprekers. Ik zal zeggen graag jullie reactie aan de groene kant in de chat. In ieder geval een antwoord van Ben. Ga ik even kijken dan. Mijn excuses, maar ik zie inderdaad dat ik niet op een naam kan zoeken. Dus dat ik even in het lijstje moet zoeken om iemand een beurt te geven. Ben, zou jij je antwoord toe kunnen lichten? Als het goed is, ik heb je spreekrechten gegeven. Dus als het goed is, als je je microfoon aanzet, kunnen we een beetje praten. Als het goed is, horen jullie mij nu? Ja. Meestal gaan we uit van de interventiewaarde. Als concentraties in de bodem groter zijn dan de I-waarde, laten we een risicobeoordeling doen middels Sanskriet. Maar dat kan ook al onder de I-waarde zou je ook al risico's kunnen hebben, bijvoorbeeld bij bodemgevoelige bij een gevoelig gebruik, zoals bijvoorbeeld een moestuin, dan zou je met OCB of PCB zou je ook wel risico's kunnen krijgen onder de I-waarde, heb ik begrepen. Maar ik heb dat zelf nog nooit gezien dat dat ook echt zo was. En wat adviseer je dan? Is dan dat je. Eigenlijk moet je dan zorgen dat je de risico's wegneemt. Bijvoorbeeld bij toekomstig gebruik, of je dekt het af, of je. Gaat een ander gebruik maken, waardoor er misschien geen risico's zijn. En Jan, kun jij daar een reactie op geven? Want je hebt deze vraag natuurlijk niet voor niks gesteld. Mijn reactie daarop is, je bent vaak heel beperkt, hè, wat je kan eisen bij de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het bouwen. Dat is ook gelijk een beetje het probleem. Het begint al met, mag je ook een tuin daarin betrekken? Ja, soms wel, soms niet.
Wat is nou een weigeringsgrond? Hè? Wanneer kan een gemeente een omgevingsvergunning weigeren? Dat soort dingen heb je wel mee te maken als je adviseur bent, wat ik dan ben. Als het gaat om een verkoop of een aankoop of een ruimtelijk plan, dan ben je natuurlijk vrijer in wat je wel en niet meeneemt. Helder. Dat wou ik ook nog. Simone Birkens, die gaf nog aan, afhankelijk van de stof, lood een PCB onder de IWADA al mogelijk humane risico's. Simone, zou jij hier een toelichting op kunnen geven? Als het goed is, heb je spreekrecht gekregen? Ik weet niet of je wat vertelt, Simone. Het is wel handig om de microfoon aan te zetten. Nou, anders probeer ik de volgende wat. Zal ik Christel willen vragen om een reactie te geven op hetgeen wat zij op de mail heeft gezet? Zij gaf aan IWADE Sanskriet afhankelijk van reden, onderzoek, doel, plangebied. Ik heb het als het goed is, heb ik u tot de sprekers toegevoegd. Ik weet niet, Christel, of je het probeert, maar de microfoon. Mijn microfoon werkt niet mee. Ik zie het. dan probeer ik de volgende. Weet je al misschien? Ja, ik wou René Bleken even vragen. En die zit, als het goed is, kan die nou zijn microfoon openen en kan die een reactie geven? Ben ik te horen? Ja, hij doet het. Ja, wat ik wel vaak ben tegengekomen, dan heb je bijvoorbeeld een interventiewaardeoverschrijding. En dan is het gewoon op grond van ecologie. En dan, dat zegt nog niks over of je dan ook een humaan risico hebt, bijvoorbeeld bij moestuinen. Dus dat moet je dan helemaal gaan uitvlooien. Meestal kom ik er wel uit, omdat ik wel veel ervaring heb met het toeltje. Maar ik merk dat heel veel collega's dan vastlopen. En ook een ding is dat combinatietoxicologie eigenlijk per definitie niet wordt meegenomen bijna binnen de tool. Dus het totale risico kan je eigenlijk nooit echt vaststellen. Ik ga er in het praktijkvoorbeeld nog op in, verderop in de presentatie. En Peter zal nog iets vertellen over combinatietoxiciteit. Oké. Daar zijn we al hier om mee om te gaan, inderdaad. En, ik denk als gebruiker van Sanskriet, ik denk dat er een aantal, zie ik in de chat ook al voorbij komen, zitten er wel een aantal bij, dat is mooi. Wordt ook al aangestipt hier, hè? Je geeft het ook al aan, dat de interventie die soms humaan beschermt. Dus niet. Waarde heeft een onderbouwing of ecologie en dan de laagste van de twee. De derde optie is er nog dat die beleidsmatig vastgesteld kan worden. En dat was ook een beetje de insteek van deze vragen, van welke waarde gebruik je nou eigenlijk? Dat de onderbouwing van deze waarde die je gebruikt, dat je daar wel van op de hoogte moet zijn, wat inderdaad anders dit soort gevallen voorkomen. Misschien is dat ook een mooi moment om even verder te gaan. Maar we zullen dat verder in de presentatie ook nog over de interventiewaarde zullen dat nog toelichten. Dus dat komt zeker te sprake. Perfecte tijd, Peter. Oké, mooi. Ik had hier zo nog een kort overzicht op de vraag van hiervoor. En dan zien we hem ook al staan. Hè. De interventiewaarde, dat is ook een wettelijke waarde. En die is, dat is de laagste van de ecologie of humaan of... toch een beleidsmatig, omdat er in de praktijk anders problemen voorkomen. Dan hebben we ook nog maximale waarden wonen industrie. Daar zit dan wel weer ecologie normaal in. En er zijn ook nog andere waarden, zoals het
indicatief niveau, een soort van afgezwakte, ja, nog niet de wettelijke status, maar een soort van interventiewaarde. En nog enkele andere waarden die later nog wel terugkomen, die misschien ook te sprake hadden kunnen komen. Oh, is de presentatie nou ineens weg? Voor mij is de presentatie nu ineens weg. Oh ja, ik ga de presentatie weer even delen. Ja, zie je de presentatie weer? Ja. Oké. Okay. Juist, waar zijn we? Hier. Goed. En dan hebben we daar net een aantal normen en waarden gekregen, maar hoe brengen we nou die risico's in beeld? Nou, gelukkig waren er al een aantal keren in de chat voorbij gekomen dat de risico toolbox bodem, in ieder geval Sanskriet, zou gebruikt worden. Nou, Sanskriet is een tool die in de risico toolbox bodem zit. En de risico toolbox bodem is vroeger ooit begonnen, als er even op spraakverwarring te voorkomen, als module om lokale maximale waarden mee af te leiden. En later is deze uitgebouwd met andere modules, zoals bijvoorbeeld Sanskriet, om andere wettelijke taken uit te voeren of ter ondersteuning van risicobeoordelingen. Wat vroeger dus de risicotoolbox bodem was, dat is nu toepassen grond of bagger, afleiden lokale maximale waarde, het rechterboxje. En de risicotoolbox bodem is nu dus het portal waar al deze dingen onder hangen. Alleen omdat het natuurlijk in de wet ooit is opgenomen als risicotoolbox bodem, is dat nu nog, kan die spraakverwarring nog steeds blijven. Maar voor nu risicotoolbox bodem, dan heb ik het over de portal. Nou, maar wat zit er nou eigenlijk allemaal in die toolbox? Enkele van jullie noemden al een paar van de tools. Laten we beginnen met de wettelijke taken. Dan hebben we al Sanskriet. Die is voor het spoedeisentijd bepalen van de sanering. Dus dit is meestal het ingangspunt boven interventiewaarde. En dan moet je eens kijken wat er aan de hand is. En we hebben ook nog, dus het toepassen van grond of bagger, ofwel het afleiden van lokale maximale waarden. En deze zijn nodig om te zorgen dat het bodemverzet door kan blijven gaan. Even een check, kunnen jullie mij nu nog goed horen? Ja, perfect, oké. Okay. Nou, dan gaan we door naar de volgende. En dat zijn de niet-wettelijke taken. Dat is ondersteuning in de beoordelen van bodemkwaliteit. En dan hebben we het niet-wettelijke spoor van het afleiden van lokale maximale waarden. En hiermee kun je dus de actuele kwaliteit van een bodemfunctie vergelijken met de bodemconcentratie. Eigenlijk andersom. En als tweede ook nog de module diffuus lood. Dat is wanneer je een loodverontreiniging hebt en nou geïnteresseerd bent in wat het effect nou van eventuele adviezen, gebruiksadviezen zijn, of het gewasconsumptie, of het orale absorptie factor. En dit is dan uitgedrukt in een IQ-verlies. Dat is een interessante andere manier om naar deze verontreiniging te kijken. En dat geeft dan nog net wat meer informatie als die problematiek aanwezig is. Dan hebben we nog de laatste drie. Een teksttool met maatschappelijke afwegingen voor het geval je ecologische risico's hebt. Dan geeft dit een soort van handleiding over hoe je daar nou verder onderzoek mee kan opzetten. Met ook stakeholders erbij te betrekken. Vervolgens hebben we een tool die eigenlijk in het verlengde ligt van Sanskriet. Maar juist als je geïnteresseerd bent in, of ja, eigenlijk als je te maken hebt met vluchtige verontreinigingen, dan is een Sanskriet is een redelijk basisbenadering gepakt om de inhalatie tussen de binnenluchtconcentratie uit te rekenen. En met dit model, Volasol, kun je dat een stuk beter doen. En daar kun je ook verschillende bouwwijzen bij meenemen. Bijvoorbeeld als er geen kruipruimte aanwezig is. En als laatste hebben we nog een soort van Sanskriet, maar dan voor waterbodems. En dan voornamelijk voor de waterbodems die het grootste deel van de tijd droog liggen, dus de oevergebieden. Oké, okay, dat waren een behoorlijk aantal tools in de toolbox. Ik geloof dat een aantal van jullie er in ieder geval één of twee mee werken. En ik denk dat er weinig mensen het hele scala zien. Dus het is goed om even door het overzicht heen te gaan. Want ze zijn allemaal berust op een bepaalde manier van risicobeoordeling. En die is ook redelijk gelijk. Maar hoe gaat zo'n risicobeoordeling nou eigenlijk? In de basis volg je gewoon het pad wat een stof aflegt in het milieu. Dus ergens is er een bron. De stof komt vervolgens terecht in het milieu, daar zal het zich gaan verspreiden. En afhankelijk van waar het zit,
kunnen organismen daaraan blootgesteld worden. Dat leidt tot een concentratie in dat organisme. En dat kunnen we dan vergelijken met een bepaalde toxische waarde. Dat is dus een concentratie in het lichaam waarvan we weten dat er bepaalde effecten optreden. En op basis daarvan leiden we dan een risico af. Nou, wat doet de toolbox nou? De toolbox die zegt eigenlijk, we hebben al een concentratie. Dus de eerste drie stappen, dat is, daar zijn we eigenlijk al te laat. Maar we gaan dan juist op de blootstelling kijken en naar het dosiseffect. En op basis daarvan drukken we een risico uit. En hoe wordt dat risico dan uitgedrukt? Dat doen we aan de hand van een risicoindex. De risicoindex is een, eigenlijk niet meer dan een dosis, dus een interne concentratie in het organisme, gedeeld door de concentratie waarbij we effecten verwachten. Nou, wanneer deze risicoindex groter dan 1 is, dan spreken we van dat er risico's zijn. Wanneer deze kleiner dan 1 is, dan zijn er geen risico's. Oké, maar zo'n risicoindex, ja, zo'n dosis en zo'n toxiciteit, dat is natuurlijk, hangt af van het organisme waar je naar kijkt of de omgeving waar je naar kijkt. Dus daar hebben we een aantal beschermdoelen voor. Nou, in het geval van ecologie kijken we dan voor de toxiciteit vaak naar een serious risk concentration, ecologie. Dat kan dan direct ecociteit of doorvergiftiging omvatten. Nou, in het geval van de interventiewaarde is die gebaseerd op het HC50 niveau. En dat is het niveau waarbij 50% van de soorten effect ondervinden van die bodemconcentratie. Je zou ook nog kunnen kijken naar wat geavanceerdere methodes om meerdere stoffen tegelijk te bekijken. En dan zit je dus in zo'n potentially affected fraction benadering. Dan tel je eigenlijk een soort van de toxische druk bij elkaar op van verschillende stoffen. Daar kunnen we ook nog naar de mens kijken. En daar zijn we natuurlijk in de omgevingswet ook. Dat is verplicht onder de omgevingswet straks. Dus dit is ook wel een belangrijke. En daar kijken we naar het maximaal tolerabele risiconiveau. En dat is eigenlijk de levenslange dagelijkse blootstelling. Dus de blootstelling die je per dag gedurende je gehele leven binnen kan krijgen. Dat is de toxiciteit waar we naar kijken. Maar dan kunnen we ook kijken naar wat er naar boven de deelstreep komt te staan. Nou, in het geval van ecologie is dat makkelijk, dat is gewoon de bodemconcentratie. Maar in het geval van de mens spreken we ook nog van, er zit nog een stap tussen. En dat is de blootstelling. Er zijn namelijk een aantal routes waarop verontreiniging in het menselijk lichaam terecht kan komen. Bijvoorbeeld door het eten van gewassen uit de eigen tuin. Of door een vluchtige verontreiniging die onder een huis zit en op die manier in de kruipruimte en vervolgens in het huis terechtkomt en dan ingeademd wordt. Als je al deze routes vaker optelt, dat leidt dan tot een interne concentratie in de mens. En dat zetten we dan boven de deelstreep. En die delen we dan op elkaar. Oké, dat is duidelijk. Maar dan wil ik toch nog eventjes een stapje terug naar de toxiciteit maken. Want we hadden het net al over de toxiciteit voor de mens. Maar wat gebeurt er nou als we niet alleen geïnteresseerd zijn in onze achtergrond of in onze verontreiniging, maar in het hele pakketje? Onze verontreiniging leidt tot een bepaalde dosis, maar we krijgen vanuit de achtergrond ook nog wat binnen. Wat je dan zou kunnen doen, is zeggen van nou, ik neem de achtergrondblootstelling mee en dan verlaag ik eigenlijk wat onder de deelstreep staat, dus het MTR-Rumaan, met de achtergrondblootstelling. Waardoor er dus minder ruimte is voor mijn bodemverontreiniging om die toxiciteit op te vullen. En dus de risicoindex uiteindelijk hoger zal uitkomen. Nou, wat is dan het resultaat dan van zo'n risicobeoordeling? Nou, in eerste instantie dus de risicoindices. En daar kun je natuurlijk altijd nog een paar vragen. Komen daar zo bij op. Bijvoorbeeld, wat nou als mijn risicoindex 0.99 is? Spreek ik dan van geen risico's? Of moet ik hier zo nou beter mee gaan kijken? Of, oké, ik zie dat 70% van mijn blootstelling door gewassen komt. Kan ik hier zo nou iets mee met deze informatie? Of wanneer wil ik nou wel of niet die achtergrondblootstelling meenemen? En dat zijn wel een aantal vragen waarvan ik het interessant vind hoe het daar door jullie in de praktijk mee omgegaan wordt. Ja, dat zal weer fijn zijn als jullie dat er in de groene chat kunnen zetten, aan de rechterkant. En dan probeer ik jullie weer een beurt te geven. Voor degene die we vragen om een antwoord te geven op de vraag, is het handig dat ze hun microfoon aanzetten.
Peter, en als ik jou goed begreep, zit je echt een beetje te zoeken, hè, van wat betekent wanneer, hè, die 1 is natuurlijk een keiharde waarde, hè, van de risico-index, maar wanneer wordt het voor jullie interessant? Hè? Wanneer voorzien jullie risico's? Ja, precies. Wat doe je nou met zo'n uitkomst inderdaad? Wanneer zeg je nou van, nou, ik heb een risico-index van 0,9, maar ik ga toch verder kijken, of ik heb een risico-index van 0,9 en ik vind het goed zo? Ja. Ja. Kijk, ik zie al wat binnenkomen. Ja, En als je microfoon aan wil zetten, Teun zegt het ook al, aan de linkerkant zien jullie een icoontje. Ja, en de eerste die ik graag een beurt zou willen geven is Geert Mentink. Geert die zegt, risicobeoordeling doen we in eerste instantie altijd worst case. 0,99 is dus geen probleem. Ik zal zeggen, Geert, de floor is yours. Dankjewel. Inderdaad. Een goede gewoonte vind ik zelf bij risicobeoordelingen is eerst uitgaan van de hoogste concentraties die je meet in de contactlaag. Op het moment dat je dan beneden de risico-index blijft, dan weet je eigenlijk ook, kun je met een gerust hart zeggen, dat er ook geen onaanvaardbare risico's zijn. Het wordt eigenlijk interessant op het moment dat je er net overheen gaat. Want dan moet je dus wel gaan kijken, conform eigenlijk hoe de risicobeoordeling bedoeld is, met gemiddelde concentraties binnen een bepaald gebied. In zo'n situatie, als je dan nog steeds net onder, of als je dan net onder de 1 uitkomt, dan wordt het een wat ingewikkelder verhaal. Maar dan is de kwestie, denk ik, van alle invoerparameters even goed nalopen, controleren of dat die recht doen aan de situatie in de praktijk. En ook niet vergeten de default parameters even te controleren daarop. Oké, even mijn microfoon hier zo houden. Bedankt voor het antwoord. Ik denk inderdaad, een worst case insteek is denk ik inderdaad ook, als je dan met je risico-index hoog uitkomt, maar nog steeds onder de 1, dan zou het inderdaad wel een overweging kunnen zijn om te zeggen, nou, hier gaan we mee akkoord. Het ligt er inderdaad, wat je ook al zegt, geheel aan dat op het moment dat je terug geheel aan de data die je erin stopt, dus als jij vertrouwen hebt dat het echt een worst case is, dan denk ik inderdaad dat het een goede onderbouwing is. Maar op het moment dat je, zoals je zelf ook al zegt, van nou, weten we het niet precies zeker, we moeten naar de default parameters kijken en je gaat aan die knoppen draaien, dan kun je natuurlijk anders uitkomen. En dat is goed als je dat dan doet, omdat je weet dat je input dus van mindere kwaliteit is, bijvoorbeeld. Ja. Dan heb ik denk ik, super bedankt. Dan had ik Jussi Kessen die nog een vraag stelde of een opmerking daarin maakte. Die gevaar binnen stedelijke locaties geven modelmatig vaak een overschatting van de risico's. Kan je dat even toelichten, Jussi? Ik hoor je niet, Jussi. Ik zie wel dat je je microfoon hebt aangezet. In ieder geval, dat geeft hij wel weer, maar ik hoor je verder niet. Doet hij het nu? Ja. Ja, oké. Okay. Mijn ervaring is dat bijvoorbeeld met name binnenstedelijke locaties, dat je een locatie moet dan geschikt zijn voor kinderen die spelen, gewas kunnen telen. Maar op het moment dat het een hele kleine locatie is, de bodemvruchtbaarheid is minimaal. Dus moestuintje gaat toch al dood. Dat werkt dan niet. En de kinderen die spelen ook niet in de zwarte grond, want dan wordt de moeder boos. Want het moet altijd speelgoedzand zijn van de bouwmarkt. Dus die scenario's in de praktijk blijkt heel vaak dat je de locatie helemaal niet zo gebruikt wordt als dat je modelmatig van uitgaat. Dus daarmee ook tot een enorme overschatting leidt van wat er het werkelijke probleem is. Oké, en dan zou mijn vraag zijn, hoe, want je constateert dus, oké, we komen op een risico, denk ik dan boven de 1 uit, risico-index. En je constateert dat, voor plaatsen waar kinderen spelen bijvoorbeeld, denk je dat toch niet aan de hand is? Hoe ga je dat? Nou ja, wij hebben een aantal locaties die gewoon in eigendom zijn. En als je dan met die mensen in gesprek gaat en zegt van, dat is eigenlijk best wel, sorry voor u,
u heeft misschien wel een probleem in uw achtertuin. Dan zeggen die mensen van, ja, het maakt mij toch niet uit eigenlijk, want dan bestraat ik wel dicht, of ik dan maar geen moestuin, of het is toch alleen maar voor de lol, of ik tuin hier in plantenbedden. Of we hadden laatst een locatie die echt helemaal stijf stond van het pak, maar dat was allemaal puin. Die zei van, ja, ik kan je fysiek niet eens moestuin aanleggen, al zou je het willen. Dus een laconieke antwoord was van, ja, jullie vinden het wel een probleem, maar bij ons is het helemaal geen probleem. Het is alleen wel vervelend als jullie als gemeente een brief sturen waarin staat dat wij een probleem hebben. Ja. Maar dat was alleen maar een probleem in verband met de potentiële verkoop over 20 jaar. Maar Jussi, vat ik het dan goed samen? Dat eigenlijk wat je zegt, hè, is het niet eens zozeer als ik jouw verhaal hoor dat je twijfelt aan het risicomodel. Is het alleen dat je zegt de locatie, de mensen hebben volledig bestraat, daardoor eigenlijk een soort sanerende handeling gedaan. Of een soort plantenbak aangelegd, hè, waarin ze moestuinen. Waarmee je zegt van daar zijn de risico's door weg genomen. Dus dan twijfel je niet zo aan de risico's, alleen dat ze voor een ander gebruik hebben gekozen waar de risico's door weggenomen worden? Model ervan uitgaat dat het alles maar mogelijk moet zijn op een locatie. Want het wonen en spelen, daar ga je ook weer van. Daar zitten ook weer een aantal blootstellingswegen zitten erin. Waar ik even naartoe wil, is dat het model, ja, ik zei het al, vrij snel in de standaard instellingen naar een overschatting neigt. En op zich is dat niet zo verkeerd op het moment dat je beneden die risico-index blijft. Op het moment dat je erboven komt. Dan is het altijd wel weer even aardig om te kijken van wat is nou even in te zoomen op de locatie en wat is nou echt het probleem. En welk model heb je het dan over? Sanskrit, ja. Want daar... het was maar meer even een constatering. Ik bedoel, het model is het model. Het is natuurlijk een model blijft natuurlijk altijd een ontzettende vereenvoudiging van de werkelijkheid. Dus daar moet je gewoon heel erg bewust van zijn door gewoon een keer naar het actuele gebruik of de situatie van de locatie te kijken, ja, dan kun je soms van boven een index alweer terug naar onder een index. Maar dan moet je er wel van gaan afwijken in modelmatig. Ja, dat model biedt ook wel wat handvaart om er vanaf te kunnen wijken in ieder geval. Ja, nee, maar ik bedoel zeggen, we moeten niet allemaal in zeggen van dit is het model en zo is het. En dat het exacte wetenschap is, want het is maar een vereenvoudiging van de werkelijkheid. En op het moment dat het kritisch wordt, dan moet je er gewoon dan moet je er extra lang naar kijken. Ja, precies. Okay. Zeker. Gezien de tijd zal ik nog even één spreker graag de beurt willen geven. Bedankt, Jussi. Ik vond de opmerking van Ronald Hulsen ook nog wel interessant in de chat. Ja, de rest ook hoor. Ik plik er alleen even wat uit. Ronald, jij geeft aan dat er iets van een meetnauwkeurigheid is. En daarom dat je die bij 99 wel een probleem zou kunnen vinden. Kan je dat toelichten? Ja, goedemiddag. Hoi. Ja, kijk, ik ben bij meeloopdagen bij vroegere Alcontrol geweest. En daar gaven ze ook altijd een disclaimer bij alle analyseresultaten dat ze 10-20% meetonnauwkeurigheid hebben. Dat betekent eigenlijk dat hetgeen wat je gepresenteerd krijgt ook 20% hoger kan zijn. Als je het dan ook nog eens corrigeert aan de standaard bodem. En in de wetenschap dat de concentratie die je op één plek vindt met een heterogeen karakter ook hoger kan zijn een meter verder, dan zou ik bij een 0,99 toch voorzichtig zijn met een bepaalde zekerheid die je stelt dat het allemaal voldoet. Dus ja, ik denk dat je dan ook met een worst case scenario niet altijd safe zit. Ja, ook een goed punt inderdaad. Dank je, Ronald. Hangt af. Dat zeker ook aan de orde kan zijn inderdaad. Als je vertrouwen hebt in de waarde die erin gaat, dan heb je ook vertrouwen in de waarde die eruit komt. Maar als je dat in het begin niet hebt, dan maak je inderdaad, zit je op 0,99, loop je misschien toch nog wel, als je later nog een keertje meet en de waarde komt anders uit, dat die dan ineens 1,1 zou kunnen zijn. Dat zou kunnen inderdaad. En dat is dus ook een beetje waar ik ook nog op aan wil sturen. Dat het natuurlijk ook aan expertise van de beoordelaar is. Om een bodemexpert hier zo ook een afweging in te maken. En dat hij inderdaad ook, ik vind het interessant om te horen dat er iedereen daar ook een andere benadering misschien op nahoudt. Dus... Oké, bedankt.
Het hangt ook een beetje vanaf of je boven die risico-index van 1 al gelijk maatregelen gaat voorschrijven. Of dat je dan nog even wat verder gaat kijken. Ja, nee, ik denk... superleuke discussie, Peter. Ik denk dat, ik zie het enthousiasme in de chat. Dat er ook veel op terugkomt. Ik zal de chat ook straks even opvragen, zodat ik die ook naar jou door kan zetten, Peter. Zodat je dat straks nog terug kan zien. Zou ik gezien de tijd naar het volgende blok door willen. Een stukje praktijkvoorbeeld. En ik wou Jan daar graag voor uitnodigen. Ja, dankjewel. Ik heb even als praktijkvoorbeeld gekozen een hele herkenbare. Gemeente wil omgevingsvergunning voor het bouwen verlenen. Welke vragen zou je dan willen of kunnen beantwoorden? Nou, 1 is natuurlijk, is de bodem geschikt voor de functie wonen? Zo ja, met of zonder bodemmaatregelen. Een locatie is eigenlijk altijd geschikt te maken. Hè? Dan zou je dat als bodemvoorschrift aan de vergunning kunnen verbinden. En met of zonder bodemgebruiksbeperkingen, bijvoorbeeld met of zonder moestuin. En de tool die ik daar altijd voor gebruik, in eerste instantie, is deze die ik hier rood omcirkeld heb. Dus de oorspronkelijke risicotoolbox bodem. Die kun je ook gebruiken om de lokale maximale waarde te bepalen in het gebiedsspecifieke beleid. Maar ik gebruik hem in dit voorbeeld dus om te toetsen of er risico's zijn bij het bouwplan. En dan kijk ik in eerste instantie of de klasse wonen, de maximale waarde van de klasse wonen overschreden wordt. Als dat niet het geval is, dan zou ik nog even eventueel bij het gebruik van de moestuin nog wat verder kunnen kijken. Maar als dat niet aan de orde is, ja, dan is eigenlijk mijn conclusie al gelijk van er zijn geen maatregelen nodig. Dit is even het voorbeeldje wat ik uitgekozen heb. Beoordelen van de actuele bodemkwaliteit. En dan kies ik, je kan verschillende bodemgebruiksvormen kiezen, maar ik kies dan wonen met tuin. En omdat het om een bouwplan gaat, kies ik ecologische risico's niet meeberekenen. Dat is natuurlijk een bepaalde keuze. Ik kan je ook voorstellen dat je straks, als de omgevingswet van kracht is, in het omgevingsplan iets anders hebt vastgelegd. Dus dat je in sommige gevallen misschien ecologische risico's wel meeberekent. Maar ik doe het meestal niet. Dan krijg je hier een overzicht van de risico-index voor humane risico's. Is lood het probleem? Dat kan ook wel kloppen, want ik heb een loodwaarde ingevoerd op basis van een bodemonderzoek. Die ligt tussen de klasse wonen en de interventiewaarde. Dus voor lood is er dus een risico-indexoverschrijding. Had ik ecologische risico's wel meeberekend, dan zie ik dus ook dat koper een probleem is. Ik had eigenlijk verwacht, voordat ik de berekening uit ging voeren, dat koper ook een humaan probleem zou kunnen zijn. Want het ging geloof ik om een waarde van 180 of zo. Ik weet niet precies meer uit mijn hoofd. Maar voor de ecologie is dat dus wel een risico. Voor de mens blijkbaar niet. Dan kun je er nog voor kiezen om ook een rapportage te genereren. In deze module. En dan mijn favoriete plaatje om het uit te leggen aan anderen is dit. Staafdiagrammen. Daar kun je heel goed mee aantonen. Nou, ik heb nu deze gekozen, tuin. Maar als je een andere gebruiksvorm zou kiezen, dan zie je ook gelijk de effecten van de ingevoerde waarde. En dan zie je hier dus ook duidelijk dat er wel een probleem is als je een moestuin gaat inrichten. Ja, probleem is natuurlijk een groot woord, want dus er worden risico's berekend. En... ja, wat zou dan je advies kunnen zijn? Omgevingsvergunning voor het bouwen kan verleend worden. Maar wel omdat de risico-index voor lood overschreden werd. Misschien met bodemvoorschriften. Of je kiest ervoor om gebruiksadvies voor lood mee te geven.
En we zagen ook al uit die staafdiagrammen dat er wel een risico is als je een moestuin gaat inrichten. Ja, welke hiervan kiest, bodemvoorschriften opnemen of niet, hangt ook een beetje af van of je hier als gemeente, ik heb het even over gemeentes hè, die ik dan adviseer, beleid voor opgenomen hebt, hoe je hiermee mee omgaat. En ja, interessante vraag aan jullie lijkt ons van wat doen jullie in dit geval, hè, in het geval van dit getoonde praktijkvoorbeeld. En gebruik je dan ook bijvoorbeeld de module diffuse load? Het gaat hier om een bouwplan, hè? Waar dus in de tuin ook kleine kinderen zouden kunnen spelen natuurlijk. En wat doe je of wat adviseer je aan de gemeente als er inderdaad sprake is van risico's? Teun. Ja, dan wil ik mensen weer vragen om aan de groene kant een reactie te geven. Ik had nog wel een vraag aan jou, Jan. Die zag ik terugkomen. Er werd nog wel gevraagd, bijvoorbeeld Jacco van der Graag. Gebruik je dan een VO als invoer of alleen de AP04? Nee, het verkennend onderzoek en eventueel een aanvullend of nader onderzoek. Want je wil zoveel mogelijk gegevens van die locatie hebben. Een AP04, dat is niet echt een bewijsmiddel wat je kan gebruiken voor de bodemgeschiktheid. Oké, okay, dan van Anton nog de vraag. Dat kan toch ook door te toetsen aan het BBK als ontvangende bodem in Botova. Alleen, volgens mij bedoel je niet de ontvangende bodem, of wel Jan? Bedoel jij een eigen afgeleide waarde, toch? Nee, ik toets in eerste instantie aan een ontvangende bodem. Maar niet om te kijken of een bepaalde toepassing mogelijk is, maar of de bodem geschikt is voor die functie. Dus daar is die tool ook heel goed voor te gebruiken. Oké, okay, dan heb ik van Jeroen Bloom. Als het goed is, als hij zijn microfoon aanzet, kan hij zijn vraag zelf ook toelichten. Jeroen, kun jij je vraag toelichten? Of je vraag, je antwoord. ik ben bezig bij de gemeente Rotterdam voor het hele loopproject. En daar gebruiken we eigenlijk vooral de GGD-waardes. Eigenlijk dus voor wonen met tuin zit je met 90 en met moestuin zit je met 60 aan lood. En wat doe je daarmee in je advisering? Ga je ook zover dat je zegt er moeten maatregelen dan getroffen worden? Of verleen je de omgevingsvergunning en neem je die gebruiksadviezen vrijblijvend op? Ja, in principe vrijblijvend. We zeggen dan meestal als het voor woning bedoeld is, dan geven we dat gewoon aan. Want de bodemloodkwaliteit is dan bijvoorbeeld voldoende of matig. En dan kan je adviseren om eventueel aanvullende maatregelen te nemen. Wij spreken een leeflaag of je zegt van nou, bedek die grond maar. En ja, we zijn ook bezig met de DCMR, zeg maar, om bepaalde zaken te gaan beschikken, zeg maar. Maar dat is een hele procedé in het algemeen, zeg maar, waar ze nog mee bezig zijn. Oké. Ja, je kan er op verschillende manieren mee omgaan. Hangt ook af van je, wat ik al zei, van het beleid wat de gemeente heeft vastgelegd, hè, daarvoor. Ja, precies. Oké, en dan had ik Roel de Ruiten. Kun jij je antwoord toelichten? Als het goed is, Roel, moet je nog wel even je microfoon aanzetten. Nou, ik denk nog niet helemaal dat het lukt. Dan had ik nog een antwoord van Jacco van der Graag, die ga ik ook even toevoegen, zodat hij zijn vraag kan stellen. Jacco, zou jij je antwoord toe kunnen lichten? Kun je dat te horen? Ja. Ja, oké. Okay. Je zegt de antwoord is toelichten. Ja, mijn vraag was eigenlijk van als je een kennend onderzoek hebt,
hoe ga je dan met die gegevens om? Want pak je dan voor het hele gebied gewoon de gemiddelde waardes uit, uit dat onderzoek? Of ga je dat dan op een deel van het bouwproject doen? En daarom mijn vraag ook voor, kijk, in principe AP04 is natuurlijk een veel betere maat voor welke kwaliteit je gemiddeld over een trein vindt. Alleen die heb je vaak niet. Dus dan moet je inderdaad wel met verkennende onderzoeken gaan werken. En ik vraag me daarnaast af, hoeveel gemeentes hebben voor deze zaken al beleid geformuleerd? Want volgens mij zijn dat heel erg weinig. Ja, dat denk ik ook. Maar AP04 onderzoek is niet bedoeld, hè, om de bodemgeschiktheid te kunnen bepalen. Dat is een heel ander soort onderzoeksopzet natuurlijk. Tuurlijk, maar het geeft wel een beetje de gemiddelde waarde weer van wat je gaat vinden. Die verkennende onderzoeken zijn dusdanig beperkt, over het algemeen, dat je daar maar heel erg weinig intensief onderzoek doet. Nou ja, een AP04 onderzoek kun je niet eisen bij een aanvraag omgevingsvergunning. Verkennend onderzoek wel. Ja. Dus je hebt meestal een verkennend onderzoek, eventueel nog aangevuld met aanvullend of nader onderzoek. En dat, ja, ik kijk ook, moet ik wel zeggen, als eerste alleen maar naar de contactlaag, hoor. Dus boven de 50 centimeter. Ja. Ja. Oké, dank jullie wel. Dan had ik nog Gonnie Apeldoorn. Die staat ook een goede discussie op de chat. Zou jij je antwoorden toe kunnen lichten, Gonnie? Dat kan ik. Er is ook al op gereageerd, zie ik. Ja, dat zag ik ook. Dus ik dacht, daarom is het een goede om eens te bespreken. Ja. Ja, ik heb altijd begrepen dat in de blootstelling of in het gebruik wonen met tuin, dat daar ook het spelen van kinderen al in zit. En ook een beperkte mate van gewasconsumptie. En als je echt het gebruik moestuin hanteert, en dan ben ik getallen, weet ik zo even niet uit mijn hoofd hoor, maar dat er dan vanuit het gaan, geloof ik 90% van jouw bladgroenten bijvoorbeeld, dat je die uit je eigen moestuin haalt. En denk dat weinig mensen dat inderdaad realiseren. En dat ook in een stedelijk gebied de tuinen altijd 200 vierkante meter groot zullen zijn. En dat heb ik vaker dat dan gezegd, ja, echt moestuin hoef je dat niet mee te nemen. En als je gewoon wonen met tuin, dan heb je een beperkte mate van gewasconsumptie, heb je dan eigenlijk al afgedekt, zeg maar. Dus zou je kunnen toestaan. Ja, dat kan Peter wel even toelichten, denk ik. Ja, dat gaat inderdaad over de bodemgebruiken. En het bodemgebruik wonen met tuin gaat uit van 10% gewasconsumptie. Dus 10% van je totale dieet komt uit je eigen tuin. En wonen met moestuin gaat eigenlijk uit dat je 100% van je bladgroenten en 50% van je aardappelen uit je eigen tuin haalt. Nou, dat, als je inderdaad in een stad zit, dan is dat waarschijnlijk een wat minder waarschijnlijk scenario. Maar het zou misschien wel weer aan de orde kunnen zijn als je een stadstuin ergens hebt, waar mensen aan het moestuinen zijn natuurlijk. Ja, dat klopt. Ja, we hadden laatst een schot in de roos dat iemand een hele vader achtertuin had, maar witlof in zijn kruipruimte verbouwde. Dat is natuurlijk wel de uitzondering op de regel, maar je komt toch grappige dingen tegen in de stad. ja, precies. Dus ja, gewasconsumptie zit deels al in wonen met tuinen. En trouwens ook je vraag over plaatsen waar kinderen spelen. Ja, plaatsen waar kinderen spelen is uit mijn hoofd gebaseerd op wonen met tuin. Alleen dan zonder gewasconsumptie. Ja. Volgens mij is er nog wel een andere parameter, net wat anders. Maar... Ja. Okay. Nu even, mag ik even ook een vraag even inbrengen waar ik tegenaan ben gelopen, waar ik toen niet helemaal een helder antwoord op kreeg, maar ik zit nu allemaal met experts. Dat werd ook net aangegeven, welke getallen moet je nou gebruiken als je zo'n skitbeoordeling doet. Ik heb ooit meegekregen, maar dat is echt in het verre verleden dat Van Hal nog Sanskriet beheerde. Dat je de gemiddelde gehalten boven de tussenwaarden zou moeten invoeren. Maar ik heb begrepen dat dat nergens formeel is vastgelegd. Hoe gaan jullie daarmee om? Of wat zou je moeten hanteren als getallen die je invult als je een verkend onderzoek hebt? Of en misschien nog wel een nader onderzoek waarbij je zeg maar 10 getallen meetwaarde hebt van een bepaalde parameter. Ja, het ligt er ook aan wat je wil weten. In dit geval, van het praktijkvoorbeeld, ging het erom van dat je wil weten of die locatie geschikt is voor de functie wonen. Ja. Dan kijk ik gewoon eerst naar de klasse wonen.
Ja, maar stel dat je even een Saskriet-beoordeling doet. Je hebt een verontreiniging met, even zink, dan zit er niet meer dat diffuus lood, maar zink. Ja. Welke getallen neem je dan mee? Welke waarden neem je dan mee voor die risicobeoordeling? Iman? Ja, ik vind het een interessante. Ik weet wel dat er wat hulptekst is, maar ik weet ook dat het een wat oudere tekst is van het protocol van welke waarden je mee zou moeten nemen. Okay. En volgens mij is het idee dat je eigenlijk van hoge kwaliteit data naar lagere kwaliteit, en dan staat er aangegeven wat je mee moet nemen. Inderdaad, dus je gaat, als je een heel mooi rasterpatroon hebt van je locatie, en gewoon precies kunt zien waar je verontreiniging zit, dan kun je die locatie ook eigenlijk opdelen in wat kleinere deeltjes en dan afzonderlijk beoordelen. Dat je in ieder geval het ergste gedeelte beoordeeld hebt en de rest afzonderlijk. Als dat dan niet mogelijk is, dan kun je dus gaan werken met dingen als een tussenwaarde, gemiddelde met een wat is het? Dus tussenwaarde, interventiewaarde, geloof ik. Alles boven tussenwaarde moet je pakken, inderdaad. Ja. Dat is hem volgens mij. Gemiddelde. Ja. Dat zijn vaak wel dingen die je, liever heb je gewoon betere data. Dat is wel hoe dat is opgezet. Maar ik. Dat is wel heel erg. De praktijk is mijn ervaring. Dus ik vind het heel interessant. Dat vaak niet zo. Ik zit nog niet zo heel lang in de wonenwereld wat dat betreft. Dus ik vind het heel fijn ook om te horen dat daar wel eens wat problemen over. Dat mensen tegenaan lopen. Van wat moet je nou? Ja. Nee, goed, ik geloof dat ze wel bevestigd is. Ja. Hoe zij daar normaal mee omgaan. Ja. Ja, ik denk dat het diffuus loodprotocol wat jullie hebben geschreven, Peter, van het RIVM, over diffuus lood geeft wel mooi aan hoe je om moet gaan met piekgebieden en gemiddelde concentraties. Dus dat is wel een document wat wat inspiratie kan bieden, denk ik. Gezien de tijd, ik vind het wel een interessante discussie en ik wil hem ook zeker voeren. Maar gezien de tijd is het denk ik wel goed om verder te gaan met de presentatie. Ik wil inderdaad jullie allemaal bedanken voor jullie reacties in de chat en de actieve deelname. Hartstikke fijn. Dan willen we eigenlijk naar blok 4 over de omgevingswet. Ja, Jan, doe je ding. Jan, ik zie je nog niet verschijnen. Ik weet niet of je camera aan hebt gezet. Ja, nu wel. Zoals jullie ongetwijfeld gehoord hebben, is de omgevingswet uitgesteld tot 1 juli volgend jaar. Horen jullie me goed? Ja. Goed. Maar het aanvullingsbesluit bodem is al wel gepubliceerd. En daar heb ik ook de teksten die ik wil laten zien uitgehaald. Het aanvullingsbesluit bodem geeft bijvoorbeeld aan wat de gemeente op basis van BKL in de omgevingsplan moet zetten. Dat gaat onder andere over de waarde voor toelaatbare bodemkwaliteit. Als je een bodemgevoelig gebouw gaat bouwen op een bodemgevoelige locatie. En dat zijn instructieregels van het Rijk. Dus die ben je verplicht als gemeente om in je omgevingsplan op te nemen. Je kan ook nog daarnaast als gemeente natuurlijk maatwerkregels opnemen in je omgevingsplan voor alle locaties waar gebouwd mag worden en alle overige bodemgevoelige locaties. En dan moet je denken aan onder andere kinderen, speelplaatsen. De definitie van een bodemgevoelig gebouw in BKL, ik ga hem niet helemaal voorlezen, maar die is eigenlijk afgeleid van wat nu ook in de woningwet staat. Het heeft te maken met de verblijfsduur van mensen, of het een bodemgevoelig gebouw is of niet. En waar ik zelf wel heel blij mee ben, is dat onder bodemgevoelige locatie, dat is eigenlijk de volgende sheet, daar wordt ook verstaan een aaneengesloten terrein direct grenzend aan een bodemgevoelig gebouw, bijvoorbeeld een tuin. En dat was tot nu toe nog wel eens een discussiepunt van mag je die ook meenemen bij je beoordeling van de bodemgeschiktheid. En dat wordt dus nu heel duidelijk aangegeven dat dat er ook bij hoort. Gemeente kan dus in de omgevingsplan ook andere locaties aanwijzen als bodemgevoelige locatie.
zoals kinderspeelplaatsen op moestuinen en locaties voor stadslandbouw. Dus daar ben je vrij in. Maar wat voorgeschreven is vanuit het Rijk als instructieregel, dat is alleen maar dat je een toelaatbare waarde voor bodemkwaliteit in je omgevingsplan moet hebben opgenomen voor het bouwen van bodemgevoelige gebouwen op bodemgevoelige locaties. Het zijn termen waar je bijna je tong over breekt. Wat is nou zo'n maximaal toelaatbaar humaan risico? Want dat mag niet overschreden worden, hè? Als je een toelaatbare waarde voor bodemkwaliteit opneemt, dan mag die niet hoger zijn dan het MTR humaan. Nou, hier kun je nalezen wat daaronder verstaan wordt. Het gaat dus om levenslange gemiddelde blootstellingsniveau. Ook mag die waarde niet hoger zijn dan de blootstellingsniveau van de toelaatbare concentraties in de lucht en de geurdrempels. Nu is denk ik een goed moment om even te kijken welke vragen er nog meer gesteld zijn in de chat. Teun? De vragen die tot nu toe zijn gesteld zijn met name op de discussie gericht. Maar ik denk dat dit een goed moment is dat mensen de vragen die nou op de lippen liggen of die heel erg naar voren komen in de groene chat weer neerzetten. Daar kunnen wij erop reageren. Ik denk de eerste vraag die van René Bleken, dat is denk ik wel een leuke. Dus ecologie en verspreiding worden niet meer meegenomen. Kan jij daar wat over zeggen, Peter? Ja, dat kan. Dat staat inderdaad niet in het aanvullingsbesluit. In ieder geval niet voor die toelaatbare waarde bodemkwaliteit. Dat is ecologie geen vereiste meer. Je hoeft alleen maar te toetsen aan het MTR humaan. Dat laat natuurlijk wel wat liggen ten opzichte van het vorige beleid. En heb ik wel begrepen dat er wel ruimte is om ecologie toch mee te nemen door in je omgevingsplan een bepaalde visie neer te leggen voor bijvoorbeeld groene wijken, dat je daar juist wel weer ecologie in mee wilt nemen. Ja, volgens mij, dat heb ik ook begrepen, Peter, kan je inderdaad daar iets over opnemen in je omgevingsplan. En is verspreiding natuurlijk nog steeds een grondwaterproblematiek, hè? En die problematiek die komt natuurlijk bij de provincie te liggen, waar concreet voor bedoeld is om echt voor het toetsen, hè? Voor toekomstige functie als wonen en dergelijke. Hè? En kan het nog steeds zijn dat volgens mij, ja, ik weet niet helemaal hoe het zit, maar dat de provincie in ieder geval instructieregels gaat stellen. En volgens mij hebben jullie ook nog een risicotoolbox voor grondwater, of niet, Peter? Ja, die gaat er ook nog aankomen. Daar gaan we deze presentatie niet op in, maar die gaat er zeker nog aankomen. En daar worden ook een hele hoop andere getoetst aan een hele hoop andere normen in ieder geval. Dus zou je een heel mooi overzicht kunnen krijgen van alles en nog wat. Super. Ik ben even de vraag aan het doorkijken, want er zitten er heel veel. De bruidschap misschien, zie ik, ja. Ja, ja, nou ja, wat zegt de bruidschap? Ik weet niet, Jan, zou jij daar wat op kunnen toevoegen? Ja, de bruidschap, dat zijn eigenlijk allemaal rijksregels die niet zo goed kwijt kunnen, hè, straks in de besluiten of in de BKL. Dus die worden meegegeven aan de gemeente als een soort vergaarbak van waar de gemeente iets mee kan of moet of wil. En als je er niks mee doet, dan moet je eigenlijk aangeven hoe je dan wel dat onderwerp, hè, hoe je wel dat belang beschermt van dat onderwerp. Dus op welke manier je dat dan wel geregeld hebt. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld het graven in sterk verontreinigde grond onder de 25 kub. Dat is iets wat in de bruidschat meegenomen wordt.
Ja, er zijn heel veel bruidschatregels. Ja. Helder. Nou, ik zie nog steeds meer vragen binnenkomen. Misschien dat we nog even een paar tot het eind kunnen bepalen, bewaren. Maar ik zou eigenlijk het laatste informatieve blok graag Peter het woord geven, waarin die jullie even door concreet het toekomstige programma heen loodst, omdat ik denk dat het goed is dat we daar even goed bij stilstaan. En dan kunnen we even kijken welke van deze vragen overblijven waar we aan het einde nog tijd voor hebben. Maar ik zou nou graag Peter willen vragen om concreet in ons te showen. Juist, ja, dankjewel Teun, dankjewel Jan. Gaan we gelijk naar de volgende slide. Jan had al uitgelegd dat er een beoordeling voor te laat waren waarde bodemkwaliteit. In het geval van als je er een bodemgevoelig gebouw of een bodemgevoelige locatie komt. Nou, heb net een aantal mensen ook al de bruidschat genoemd. En inderdaad, met de bruidschat komt de interventiewaarde mee. Dus als jij als gemeente een interventiewaarde wil overnemen als toelaatbare waarde bodemkwaliteit, dan kan dat zonder meer. Of als je eraan wil afwijken, dan moet er een toets aan het MTR Romaan komen. Met die toets aan het MTR Romaan staat voorgeschreven dat daar de risicotoolbox bodem voor gebruikt moet worden. Dat wordt dan bedoeld dus een module voor bouwen of verontreinigde grond. En die gaat Concrit heten. Dat is een samenraapsel van het Construction Criterium, een beetje gebaseerd op het Sanskriet, een mooi hersenspinsel. Maar daar komt de naam in ieder geval vandaan. En deze module is nu dus onder ontwikkeling, maar we kunnen alvast een kijkje in de keuken geven. We zijn hier zo, als daar suggesties zijn, en als mensen denken van nou, hier kan ik iets mee, of wij zijn juist op naar bijvoorbeeld een ander punt op zoek, dan kun je die graag mailen naar het e-mailadres wat hier zo onder staat. En als dat niet in de presentatie aan bod komt in ieder geval. Ja, en Peter, als ze mogen denk ik ook in de groene chat zetten, hè, dat we die straks naar je toe mailen. Of vind je dat vervelend? Heb je het liefst alleen via het e-mailadres? Zeker, kan ook in de groene chat hoor. Maar als het op het e-mailadres komt, dan heb ik het sowieso, komt het sowieso binnen natuurlijk. Yes. Oké. Nou, wat moet dan Concrit dan doen? Ja, het Concrit moet dus eigenlijk zicht bieden op een overschrijding van het MTR Romaan. Dus eigenlijk aangeven of jouw toelaatbare waarde, die jij dus wil hebben, dat is meestal dan gewoon de gemeten bodemconcentratie, is dan het ingangspunt, of die voldoet aan het MTR Romaan. De andere optie is dat je dus de interventiewaarde pakt, maar zoals we net al hadden uitgelegd, de interventiewaarde is zowel ecologie of humaan gebaseerd, of het is een beleidsmatige keuze. En in het geval van de bovenste twee is het de laagste van de twee. En de beleidsmatige keuze, dan weet je niet zo goed wat eraan aan de grondslag ligt. Wat voor resultaat heeft het dan? Wat voor effect heeft het dan op wat het zegt over je risico's? Dus de interventiewaarde op basis van ecologie zegt dus eigenlijk dat je sowieso onder de waarde wonen met tuin zit, mits je de achtergrondblootstelling niet meeneemt. Maar als je de interventiewaarde als die gebaseerd is op een maan, dan zit je dus op de waarde van wonen met tuin, zonder de achtergrondblootstelling. Als het beleidsmatig is, dan weet je eigenlijk niks over je risico's, want dan is het vaak op praktijkgronden vastgesteld. Nou, een goed voorbeeld daarvan is volgens mij de waarde voor pak. Die is... nee, trouwens, pak is een ecologische waarde. Excuses. Maar voor pak kunnen we alweer andere waarden afleiden, maar die zijn beleidsmatig, blijven die nog steeds op een redelijk hoge somnorm staan, als ik het me goed herinner. Wat moet Concrit anders doen? We moeten dus zicht krijgen op dat MTR Romaan. Maar wat nog meer? We hebben dus die bodemgevoelige locatie waar we iets mee kunnen. Als een bodemgevoelige locatie kan bijvoorbeeld zijn een gebied waar een project ontwikkeld wordt, laten we zeggen een woonwijk, of een locatie waar een enkel gebouw komt te staan, dus gewoon een perceel van 100, 200 vierkante meter. En dat biedt ook wat extra opties voor de flexibiliteit die je kunt geven aan een beoordeling. Dus een gebied, daar zou je kunnen zeggen van ja, hè, dan gaan we eigenlijk meer richting de oude maximale waarde, lokale maximale waarde berekenen. Dus dan kies je alleen een bodemfunctie. Maar juist bij de locatie kun je nog wat extra flexibiliteit in de vorm van blootstellingsroutes uitzetten. Wat ik al in de chat las, dat enkele mensen dat ook met Sanskriet al gebruik van maakten. Nou, wat geeft Concrit dan voor een resultaat? Dat zegt dus eigenlijk, voldoet mijn representatieve concentratie aan het MTR Romaan?
En de conclusie is dan, kan die wel of niet overgenomen worden als toelaatbare waarde bonenkwaliteit in je omgevingsplan? Wat concreet daarnaast ook nog als bonus kan geven, en dat is wat Sanskriet en de oude lokale maximale waarde nog niet kunnen, is dat hij ook een concentratie kan berekenen waarbij de risico-index precies 1 is. Dat is eigenlijk ingestoken om een extra beeld te geven van hoe ver zit je nou van die concentraties af, waarbij de risico-index precies 1 zit. Hè? Zit daar een factor 1000 tussen of een factor 50? Want het is, of is het gewoon, zit hier net 0,001 milligram onder? De risico-index is daar een indicatie voor natuurlijk. Maar nu krijg je het tastbaar eigenlijk in beeld met je bodemconcentratie. En dat komt ook omdat de bodemconcentratie niet lineair is met de risico-index. Nou, dan gaan we eventjes terug naar de toolbox die er nu al zijn. Zo hebben we Sanskriet, wat dus onder het circulaire bonussanering bedoeld is om te kijken of de spoed is met saneren. En hier wordt er geen achtergrondblootstelling meegenomen. En we hebben het afleiden van lokale maximale waarden, wat juist voor het duurzame gebruik gaat, maar wel achtergrondblootstelling meegenomen wordt. Dat betekent dus dat er iets minder ruimte is om het MTRMA op te vullen voor specifiek de bodemverontreiniging. En dus de risico-index vaak wat hoger uitkomt dan als je het met Sanskriet zou uitrekenen. Dat is een nieuwe tool, die wordt dan gebaseerd op Sanskriet en het afleiden van de lokale maximale waarde. En het idee is om daar op termijn ook de achtergrondblootstellingen mee te nemen. In de huidige vorm voor de oplettende kijker, als we straks gaan kijken, zit hij er nog niet in. Maar het idee is om dat zeker wel te gaan doen. En de rapportage die zal dan ook aansluiten op het aanvullingsbesluit bodem. Nou, wat zit er dan nog niet in concreet? Dat is dus ecologie. Omdat dat wettelijk niet verplicht is om te doen, wij zijn dus ook nog aan het zoeken hoe we dit nou een plek willen geven in concreet. En dat is ook iets wat ik jullie wil vragen om na de presentatie ook even op over te discussiëren. Waar is nou precies behoefte aan in de praktijk? Wat zouden jullie mee willen nemen in concreet? Dus hoe kunnen wij dat erin meenemen? Dat het in ieder geval goed aansluit. Ik denk... Ecologische risico's, Peter? Ja, ecologische risico's. Excuses, ja. Ja, misschien dat er dan ook al mis, de verspreiding werd net ook al genoemd, dat we daar misschien ook iets mee kunnen, maar dat lijkt me een goede discussie om dadelijk te voeren. Ik denk dat dit een mooi moment is om even over te stappen. Dan ga ik dadelijk mijn muis even goed zetten, de presentatie afsluiten. En dan zien jullie dadelijk alleen mijn hoofd in beeld als het goed is. En dan ga ik eventjes mijn scherm delen. En dan gaan we gewoon een uitstapje naar concreet maken. Zoals die er nu in ziet. Als het goed is, zien jullie mijn scherm nu. Klopt dat? Ja, volgens mij wel. Nou, en concreet, dit is op het moment de testomgeving. Even goed inzoomen. Als het goed is, is het nou goed te zien. De landingspagina gaan we naar concreet. En voor de gebruiker die bekend is met Sanskriet, dan zal hij zien dat dit er wel redelijk op gebaseerd is. Het idee is dat we dus een overzicht van onze dossiers hebben. En als we aan de slag willen, dan kunnen we een nieuw dossier gaan aanmaken. Nou, laten we een dossier bodembreed aanmaken. Locatie. En daar zijn we, eventjes geïnteresseerd. Mijn scherm is zwart. Steven, hebben andere mensen problemen dat ze mijn scherm niet kunnen zien? Team goed. Oké. Scherm oké. Iedereen kan het zien, behalve sommigen niet. Dan weet ik ook niet, Steven, waar het aan ligt. Misschien dat je even uit de presentatie kunt gaan en weer terug. Misschien dat het dan werkt. Hoop ik. Ja, of misschien de browser. Wat ik begreep is het inderdaad wel dat je iets in ieder geval niet met een Internet Explorer erin moet. Dus dat zou ook nog het een en ander aan invloed kunnen hebben. Juist, oké, kijk. Proberen we dat eventjes. Maar goed, we gaan dus het dossier aanmaken. En laten we zeggen dat we een locatie willen beoordelen. Hiermee kun je eigenlijk de volledige tool bereiken. En je wil dan ook nog aangeven, is er sprake van een gevoelige situatie. Bijvoorbeeld, we hebben POCL's. Dus de vluchtige verontreiniging zit eronder. Het kan ook zijn dat er moestuin aanwezig is. Ik ben ook benieuwd naar wat jullie nou precies als gevoelige situatie zien. Ook iets voor aan het einde van de discussie, denk ik. Dan maken we het dossier aan. En vervolgens komt er dan hier zo te staan, net zoals bij Sanskriet, dat we een aantal beoordelingen kunnen uitvoeren. We kunnen standaard beoordeling uitvoeren.
of een uitgebreide beoordeling. Laten we dan eerst beginnen met de standaardbeoordeling. Dan is het idee dat we een bodemfunctie selecteren, één enkele, wonen met tuin bijvoorbeeld, en dat we dan stoffen gaan invoeren. Nou, het mooie van wat we nu ook in de tool gaan doen, is dat we gaan kijken of we ook met de stoffenlijst die je kan hergebruiken kan gaan doen. Dan klik ik op de stoffenlijst voor bodembreed. Dan vul ik die in, die ik eerder heb aangemaakt, en dan komen ze hier zo vast te staan. Nou, dat is in ieder geval al een stukje handiger, denk ik. We vullen de concentraties in. Bijvoorbeeld deze stoffen. Daar kunnen we vervolgens ook nog de bodemparameters aanpassen, net zoals bij Snelskript ook het idee is. En dan gaat hij rekenen. En dan zal de uitvoer, de mensen die Snelskript kennen, die zullen dat ook wel zien. Je krijgt per stof te zien wat de risico-index is, dus of er een overschrijding van het temperatuur in maan is. Je krijgt combinatietoxicologie te zien. Dat wil dus zeggen, als er meerdere stoffen binnen hetzelfde werkingsmechanisme zitten, dat noemen we dan een bepaalde combinatietoxicologiegroep, dan worden die risico-indices bij elkaar opgeteld. Nou, in dit geval is dat niet het geval. Aangezien de afzonderlijke risico-indices al hoger zijn dan 1, zie je hier ze ook al hoger dan 1. Je krijgt dan hier ze ook nog vanuit Sanskriet eigenlijk dezelfde toetsing aan het TCL en de geurhinder. En als extra puntje krijg je er ook nog eens de waarde waarbij de concentratie, waarbij de dosis gelijk is aan het MC-Romaan, ofwel het risico-index is 1. Nou, ik zal alvast zeggen, deze getallen, dit is een testversie, dus aan deze getallen zijn geen rechten te ontlenen, om het zo maar te zeggen. Nou, hier zagen we dus aan dat er toch wel risico's waren, maar we zitten op een locatie, dus we kunnen verder gaan aanpassen. Dus dan gaan we de specifieke locatiebeoordeling uitvoeren. En stel, we zijn al bijvoorbeeld niet geïnteresseerd in onze inhalatie van binnenlucht, omdat we met onze bouwwijze daar rekening mee hebben gehouden. Of we zouden zelfs kunnen zeggen, we zetten de ventilatiefout een stukje hoger, omdat we verder van beter ventileren. Dan kunnen we dat gaan aanpassen. Net zoals Sanskriet 3.0, of Sanskriet. En hier zitten dus enkele van die parameters. En ben ook benieuwd of daar andere bij moeten staan. Hè. Dat is ook nog iets wat we nog kunnen aanpassen. Dat is wat we voorlopig hebben. Peter, korte vraag tussendoor van Marion. Die vraagt in hoeverre we moeten initiatief nemen, straks nog onderzoek doen naar grondwater in het kader van bouwen. In jouw beoordeling neem je zowel de concentratie als grond en grondwater mee. Hè? En kijk je met name naar het effect van het grondwater op het toekomstige functie. Hè? Ja, dat is in ieder geval het idee. Ja. Ja. Je kunt ook grondwater invullen, grondwaterconcentraties in ieder geval. Top. Ja. Nou. Dankjewel voor deze vraag. Dan gaan we verder naar de resultaten van onze stap 3. Dus dat is de locatiespecifieke beoordeling. En daar zien we dat nu benzeen en trichloretaan onder de risico-index van 1 uitkomen. Als we dus onze ventilatiefout hebben aangepast. En voor de rest zitten we nu dus eigenlijk safe. Geeft natuurlijk nog wel vragen voor discussie. Wat doe je nou met die 0.956? Maar daar hebben we eerder al over gediscussieerd. Nou, uiteindelijk ga je dan naar de eindconclusie. Hier krijg je dus, oké, de ingevoerde concentratie leidt niet tot overschrijding van het MT-Romaan. Dus er kan overgenomen worden. En we kunnen een rapportage genereren. En deze is op het moment nog in deze vorm, in een Excel-vorm. Moet ik even kijken op welk beeldscherm deze komt. En hij komt op het verkeerde beeldscherm. Dus als ik open, dan sleep ik hem eventjes terug. Maar Peter, even vragen. Het zegt niks over de TCL-waarde dus. Nou, die zit er wel in. Je hebt dus een toetsing aan... Maar bij de conclusie komt die niet terug. Wel. Nou, hij zit er nu nog niet in de conclusie. Maar daar kunnen we nog wel in programmeren. Maar eigenlijk alles wat hier zo in staat, willen we eigenlijk in de conclusie ook terecht laten komen. Ja, oké. Okay. Ja. Oké, dan zet ik eventjes deze hier zo neer. Wat krijg je dan uiteindelijk? Een overzichtje. Of er wel of geen risico's zijn. Een overzichtje van de risico-indices. Komen hier zo te staan. Ook in grafiekvorm. En helemaal onderaan krijg je ook nog de blootstellingen. De bijdrage aan de totale blootstelling te zien. Dus dan zie je bijvoorbeeld dat voor... Ik weet dat het een beetje klein is. Ik zal kijken of ik wat kan inzoomen.
In het geval van benzeen zien we dat inhalatie van binnenlucht de grootste bijdrage is. En hetzelfde als trichloretaan, dat is ook precies wat we zouden verwachten. Oké. Dat was voor nu in ieder geval de showcase. Ik denk dat ik dan nu terug wil gaan naar de presentatie. Dan zet ik mijn schermdelen even uit. En dan moet ik de presentatie weer opstarten. En dan moeten we eventjes de goede slide op gaan zoeken, denk ik. Oh, hij staat al redelijk goed. Want ik geloof, juist. Dan is het denk ik nu tijd voor de discussie. En dan zou ik, in ieder geval mijn vraag aan jullie is ecologie. Hoe pakken jullie dit aan? En waar is er nou precies behoefte aan? Vanuit de praktijk. Hoe kunnen we dat in concreet inbouwen? Dus aan Teun, aan jou het woord om daar misschien weer... Ja, wat mensen uit de chat halen. Nou ja, als mensen hun antwoorden weer in de chat kunnen zetten, de groene chat, dan probeer ik het wat uit te pakken. Misschien ondertussen wel... Peter, misschien kun je er wat in toelichten. Ik krijg nog wat vragen over of griseen en minerale olie ook zijn toegevoegd aan concreet. We hebben voor nu gewoon de stoffenlijst van Sanskriet gebruikt. En daar zitten minerale olie zitten daar ook in. We hebben nu niet dat je die apart moet aanklikken. Als het goed is, zitten die er wel in. En dan het totaalpakket of in de verschillende fracties? In de verschillende fracties. Oké. Okay. Ik zie dat René Bleker aangeeft, ecologie bereken ik altijd via de spreadsheet om de toxische druk te berekenen. Ik zal René even toevoegen aan de chat, zodat hij hem zelf even kan toelichten. Als het goed is, René, als je nou de microfoon aanzet, kan je een toelichting geven. Ja, ben ik te verstaan? Nou, ik kijk nou in Sanskriet naar die Excel-file en dan vul ik daar de waardes in van de stoffen die ik die ecologische risico kunnen vormen. Dan bepaal ik de toxische druk en je hebt dan geloof ik twee waardes boven de mijn 40 of zo en boven de 65, zoiets. En dan hoort daar weer een oppervlaktecriterium bij. Als je dan meer dan zoveel vierkante meter is, heb je een probleem. En anders niet. En zo doe ik dat. Maar meestal komt er gewoon... geen risico uit, maar ik heb het ook wel eens meegemaakt, project in de gemeente Katwijk waar het om bestrijdingsmiddelen ging en dat hebben we bij de Raad van State ook echt gewonnen, dat daar een probleem was qua ecologie. Op grond van de toxische druk plus dan het oppervlaktecriterium van 5000 vierkante meter die werd overschreden. En heb jij daar voldoende aan, René? Is dat wat je ook graag weer voor je zou zien in een nieuwe soort risicotoolbox? Of heb je toch behoefte aan andere handvaten voor ecologie? Tenminste, daar was je een beetje naar op zoek, toch, Peter? Ja, precies. Hè? Want we hebben nu het idee om ecologie... het is niet verplicht om het te doen. Dus het zit ook een beetje in de worsteling van... Ja, in hoeverre kunnen we de gebruiker verplicht stellen om zo'n spreadsheet in te vullen? En hoe komt dat dan in de resultaten terug? Hè? Ecologie, je hebt al risico's voor de ecologie, maar dat geven we dan als attendering mee. Dat is in ieder geval hoe we het nu willen insteken. Inderdaad, René. Ja. Wat ik zelf wel heel belangrijk zou vinden, is dat er nauwkeurig wordt gekeken naar bestrijdingsmiddelen. Want zware metalen en zo is meestal qua ecologie geen probleem. Als je gewoon die triadetoets doet, dan komt gewoon vaak niks uit. Behalve bij... schietterreinen waar ze met loden kogels hebben geschoten 20 jaar lang of zo, daar wel. Maar met name bestrijdingsmiddelen vind ik toch wel een dingetje, want dat is toch wel qua ecologie een probleem in de toplaag. Okay, ja, dus jouw advies zou zijn bestrijdingsmiddelen... Oh, sorry. Oh, nee, ga maar, Teun. Hoor. Ja, nee, als ik wou het samenvatten met inderdaad het verzoek om bestrijdingsmiddelen toe te voegen aan de ecologische risicotoolbox. Klopt. Ja, en want wij zaten zelf te denken van, weet je, we kunnen natuurlijk gewoon toetsen aan een HC5. Dus dat 5% van de soort ondervindt negatieve effecten bij deze concentratie. Dan werk je dus nog niet met combinatietoxicologie zoals de MS-PAF-benadering. Maar dan heb je wel een hele conservatieve schatting.
Van of er mogelijk risico's zijn. En dan zou een ander advies kunnen zijn om dan volgens door te linken naar een tool zoals Sanskriet om die weer verder te gaan bepalen. Zou dat bijvoorbeeld een manier zijn om het te laten werken? Dat het een goede workflow zou zijn? Of, Ja, ik denk het wel. Dat klinkt goed. Oké. Okay, Peter, is het misschien nog een vraag om wat de ecologische risico's? Ik zie hier een aantal discussies in de chat heen en weer gaan waar mensen zeggen van hey, op het moment zijn we heel druk met stikstof bezig en deze risico's laten we buiten beschouwing. Alsjeblieft facultatief laten, want ecologische risico's gelden niet voor ons. Dus ik zie wat verschillende meningen daarvan in de chat. Is het nog handig voor jou om te weten of overheden hier ook nog wat over op gaan nemen in de omgevingsplan? Dat we wat concreter krijgen waar we aan moeten toetsen? Of... Ja, dat zou wel prettig zijn inderdaad, dat we daar ook op mee kunnen aansluiten met concreet, dat het ook wat beter aansluit op wat er in de praktijk gedaan wordt, dat er geen enorme verschillen komen te staan. Ik kan er wel wat aan toevoegen. Het lijkt mij logisch als je in je omgevingsvisie als gemeente hebt aangegeven dat er bepaalde gebieden zijn die, waar je de natuurwaarde hoog... wilt houden, hè, bepaalde woongebieden, dat het ook effecten heeft op de manier waarop je bouwplannen beoordeelt. Dus ja, het lijkt mij dat je daar wel wat mee kan als gemeente. Ja, zijn de gemeentes die in deze chat aangehaakt zijn, die hier al over na hebben gedacht voor een omgevingsplan? Dan weet ik wel, het omgevingsplan hoeft natuurlijk ook nog niet af te zijn, dus ik zal natuurlijk in de voorbereidende fase zitten, maar zijn er al gemeentes die hierover nagedacht hebben? Ik zie het nog heel rustig. Er zijn een aantal zijn, maar ik weet niet of die ook hier zou zijn. Dat is natuurlijk de andere. Mm-hmm, ja. Ja. Nou, Marion geeft aan dat ze erover nadenken, maar nog geen oplossing gevonden hebben. Ja. Nog niet helemaal in ieder geval. Nou ja, volgens mij kunnen we hem samenvoegen. Als mensen nog aanvulling hebben, zet hem zeker in de goede chat of mail Peter. Hartstikke graag, want daar kan hij er ook wat mee. Ik denk dat hij daar ook uitnodiging genoeg toe heeft gegeven. Ik zit te denken, Peter, is het wat jou betreft akkoord om even naar de algemene discussie nog 5 minuten over te gaan? En dan ja, gezien het tijdschema? Dat lijkt me helemaal goed, inderdaad. Top. Ik zag wat vragen al binnenkomen over de chat. Stel ze gerust. Ik denk, ja, we hebben nog een paar minuutjes. Dus ik denk niet dat we ze allemaal kunnen beantwoorden. We gaan proberen een aantal uit te halen. Ik zag er in de vorige sessie al een aantal. Gert Tiekstra die vraagt, zijn er in deze versie, dus de versie van concreet zoals die nou voor ligt, wel parameters met betrekking tot verhardingen in te voeren, net als in Foila Soil. Kun jij daar een reactie op geven, Peter? Ja, op het moment is die mogelijkheid er nog niet. We hebben dat nu echt nog in de basis gebouwd als een net andere type combinatie tussen de risico toolbox. Dus de afleiding van de kwale maximale waarde en Sanskriet. Ik kan me voorstellen dat in het geval van verbouwing, dat we daar misschien ook nog een uitstapje naar volastoring kunnen maken. Ik weet niet of we dat ook halen om dat te doen. Misschien dat het, als daar heel veel behoefte aan is, dan kunnen we dat natuurlijk wel meenemen. Om dat ook al te doen. En anders kan we misschien wel iets inbouwen dat het een uitstapje dat de gebruiker die zelf maakt. En dat je die meteen vanuit de module dat aanspreekt. Maar dat je bijvoorbeeld de binnenluchtconcentratie dan wel kan invullen als die uit Volasol komt. Die daardoor gedraaid is. Dat ligt ook denk ik heel aan hoeveel behoefte ernaar is. Oké, okay, dankjewel. En dan zijn er nog wat vragen over, bij lood zie ik hem heel erg opspelen en misschien vertaal ik hem zelf iets te gemakkelijk, maar wat ik lees over lood zijn de vragen over, gaan we nou naar de GGD advieswaarde, waar we naar bijna het Alare principe toe gaan, of gaan we voor lood straks, houden we de oude MTR-waarde aan? En ik denk dat het voor meerdere stoffen geldt. Gaan we beleidsneutraal over, hè? Dus veranderen de MTR-waarde ook op het moment dat concreet ingaat, of blijven we de oude MTR-waarde houden? Dat vind ik een moeilijk eigenlijk, want ik denk als het in de wet staat, ja, dat je aan die MTR moet voldoen of aan de interventiewaarde, dan kom je natuurlijk aan dat,
dat als je niet interventiewaarde overneemt, maar een andere waarde, dat je die moet onderbouwen en dat die op zijn minst aan het MTRMA moet voldoen. En dan staat in de wet staan die MTRMA waar je aan moet voldoen. Dus ja, als je zeker weet dat je eraan voldoet, dan kun je natuurlijk onderbouwd een andere waarde pakken. Maar ik zou dat niet zomaar zonder meer overnemen brengen. Maar ik weet ook niet wat de status daar zo van is. Ik weet ook niet hoe anderen daar tegenaan kijken. Oké, de geest van de omgevingswet is natuurlijk dat het Rijk zo min mogelijk voorschrijft aan gemeenten. Dus ervan uitgaat dat gemeenten hier op een verantwoordelijke manier zelf mee om kunnen gaan. En ja, als je niet zo goed weet wat je moet kiezen, zou je misschien geneigd zijn om de interventiewaarde als toelaatbare waarde voor de bodemkwaliteit te kiezen. Maar er zitten wel wat voordelen aan, maar ook nadelen. Peter, misschien kan je dat nog even aangeven. Wat het nadeel is als je zomaar voor elke stof de interventiewaarde zou kiezen. Nou ja, bijvoorbeeld op het moment dat jouw stof gebaseerd is op een beleidsmatige keuze. Dan zegt dat niks over het MTRMA eigenlijk. Of misschien in een ver verleden, hè, maar is dat al lang weer gedevised. En als je dan een moestuin wil toelaten, of oh ja, gewoon mogelijk met tuin überhaupt al, dan kunnen er best wel risico's aanwezig zijn. En op het moment dat het op ecologie gebaseerd is, dan heb je een behoorlijk nauwe interventiewaarde. Aan de andere kant kan ik me ook wel voorstellen dat als je weet van een gemeente dat je stoffen er toch nooit tegenkomt, dat je dan interventiewaarde wel kan meenemen. Dat je juist voor de stoffen waarvan je weet, nou, die komen we vaak tegen, dat je juist beter gaat kijken. Maar de interventiewaarde zonder meer overnemen is niet in alle gevallen verstandig, denk ik. Oké, nou, ik zie dat we aardig aan het eind van de sessie beginnen te komen. Nou, ik kijk nog even naar de chat of er nog één laatste prangende vraag zit en dan wou ik hem af gaan sluiten. Nou ja, er komen nog van allerlei antwoorden, vragen op de chat binnen. Ik zal deze ook nog even naar jullie doorzetten, Peter en Jan. Dan kunnen we daar nog even naar kijken. Zijn er van jullie kant uit nog... ik wil jullie ontzettend bedanken voor jullie presentatie. Ik merk dat er veel activiteit op de chat is. Dus ook het publiek, super bedankt. Ook fijn dat jullie op deze manier actief bijdragen. Want dat maakt de discussie ook wat levendig. En nou, dat hadden we ook aan de voorkant echt gehoopt. Hè, dat we ook echt even gebruik kunnen maken van de expertise die bij Peter en Jan zitten. Peter, heb jij nog een laatste uitsmijter? Iets wat je nog mee wil geven? Ja, ik zie nog wat vragen over de achtergrondblootstelling binnenkomen. En dat is interessante discussies. En ik denk dat daar ook wel verschillen tussen Sanskriet toelaatbare waarde, of ja, het afleiden van lokale maximale waarde, daar zit de crux misschien ook in. Hè? Dat is voor interventiewaarde zit hier niet in. En bij concreet is het weer om hem wel erin te stoppen. Heb jij nog een laatste afsluiten? Toelaten die je doet, of dat aansluit bij wat jij uiteindelijk wil. Nou, dan wil ik jullie super bedanken voor de mooie relatie die jullie voorbereid hebben. Volgens mij is het interessant geweest te zien de reacties op het. Het is goed aangesloten. Dan wou ik bij deze eigenlijk de presentatie beëindigen. Ik laat de chat nog 5 minuten over half. Dan kunnen de vragen nog even op de chat gezet worden. En dan kunnen we daar nog even naar kijken. En dan wil ik Peter en Jan hartelijk bedanken. Ja, ook bedankt, Teun. Ja, bedankt.